In de Wiegense Wall of Fame zijn bekende Wiegense sporters te zien die in het verleden grootste prestaties hebben neergezet. Bert van Haren is blij met dit initiatief. Die is in het leven geroepen omdat onze stichting tot doel heeft om jongeren meer bij sport te betrekken. Jongeren in Wiegen tussen de 12 en de 20. En wij dachten, er zijn genoeg goede voorbeelden in Wiegen. Mensen die een mooie sportcarrière achter de rug hebben, die als voorbeeld kunnen dienen voor jongeren. En die zeggen, hey, dat zou ik ook wel willen. Mooie carrière. En niet iedereen weet dat altijd. Hè? Dus wij dachten, we gaan die mensen eruit halen en gaan we zichtbaar maken en mooie Wall of Fame voor Wiegen maken. Nou, dat hebben we gedaan. Daar zijn we 5 jaar geleden mee begonnen. Om voorbeelden te geven in de sport. Zo zou je het kunnen doen. Dat zijn mensen die hun sportcarrière hebben afgesloten. En die op die manier ja, voor hen misschien een inspiratiebron kunnen zijn. Wij hadden eigenlijk altijd wel het idee van de Wall of Fame van de sport hoort in het sporthuis van Wiegen thuis. Dat is de Aker Sportcentrum, dat is het sportcentrum van Wiegen. Dat lukte op dat moment toen niet meteen. En we kwamen er niet goed uit hoe we dat nou moesten doen hier. En toen zei het Mozaïek, jongens, jullie zijn bij ons welkom. En hebben we gezegd, oké, we gaan daar eens beginnen. En dan gaan we er samen eens aan kijken of we dat op een of andere manier toch nog vorm kunnen geven. En nou, binnen 5 jaar zitten we toch hier. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Maar we waren ontzettend blij dat Mozaïek ons toen heeft geholpen. En daar zijn we ze eeuwig dankbaar voor. Aan het sporten blijven en gezond zijn. Maar zo goed gezond voor de samenleving in Wiegen. Dat is alleen maar mooi.